Na 2 jaar overleggen en de beste oplossingen zoeken en uitvoeren, opende wethouder Harriet Tiemens woensdagmiddag de groene buffer in Nijmegen-West. Meer dan 6,5 jaar hebben buurtbewoners geprocedeerd tegen het geluid van de Neerbossenweg en Energieweg. Er zijn nu zogenoemde diffractoren geplaatst die het geluid van de auto's opvangen in gleuven. En dat zorgt ervoor dat er 10 decibel minder geluid is. De komende periode wordt bekeken of omwonenden tevreden zijn met deze oplossing. Als dat het geval is, worden er op andere plaatsen in Nijmegen mogelijk ook dit soort diffractoren geplaatst.